Hallo mensen en tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Jaren en je kijkt naar een gloednieuwe video van Minecraft Survival. En ik had even iets gebouwd en daar komt nu een timelapse van. Ik was even bezig met mijn kippenfarm. Zijn al deze kippen ontsnapt? En dan vraag je waarschijnlijk af hoe. Ik zat hierboven. Ik kwam mijn kippen eten geven. Maar tijdens het eten geven van mijn kippen viel ik hierin. En dan ook natuurlijk uit, moest ik dit blokje hier zo weghalen. Maar toen ik dat deed, kwamen ook nog allemaal andere kippen bij. En ik probeerde nog snel het blokje nog te plaatsen hier zo, maar voordat ik het blokje kon plaatsen zijn er heel wat kippen ontsnapt, gelukkig niet allemaal. Maar ja, zijn er al flink wat. En hier zat opeens een rennen met een schaap, ik weet niet hoe die hier is terechtgekomen, maar zit hier in een minecart. Je wilde mij ook zien werken in een timelapse aan dit gebouw. Ik ben al een paar dagen verder sinds de timelapse. En ik moet het dag nog aanpassen, want ja... Ik zat iets te proberen met anvils, maar het ziet er nog niet echt uit hoe ik het wilde hebben. Hier wil ik eigenlijk alles van waardevolle bewaren, zoals bijvoorbeeld iron, goud en diamonds. Ik vraag me af of ik hier ook iets kan maken, maar ja, ik weet niet echt wat. Er is ook een kans dat ik mijn eigen shop ga verkopen. Hoe heet het? Iron shop, want iemand wou het graag overkopen en ja, dan hoef ik die hele shop niet meer te onderhouden. En ik denk niet dat ik nog in de toekomst nog andere winkels ga maken, dus dat was het dan mijn ding op de shopping district. Die trap bouw ik hier zo. Of wacht, ik heb een ander idee. Moet ik het weer even weghalen. Er was hier onlangs een creeper ontploft en er... Oh nee. Een villager is ontsnapt. En nu zit hij weer vast. En ja, alles tijd controleren of alles vast zit. Oh nee. Ik heb een slecht gevoel hierover. Gelukkig is het al goed gekomen. Maar ik wil hier zo'n trapje gaan maken. Of ik moet gewoon deze enchanting room verplaatsen. Dus we bouwen vanaf hier. Hier komt hier nog zo'n laag. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ja, het is toch doenbaar. Hier kan ik ook zo'n geheim hok of zo maken. Ik zie waar die in het trading villager zit. Oh, hij zit gewoon in de muur vast. En dat is gewoon een grote oplichting. Al deze trades. Oh. Eentje heeft hun hoofd gedropt. Maar dat is niet handig als de inventaris vol zit. Oh ja, ik heb een idee opeens. Als ik nu hier de enchanting table... Oh ja, dat past mooi, denk ik. Ik laat hem voorlopig zo even. Zo ziet het er nog goed uit. Oh, wat?
Oké. Ik zat hier zo en hij zat daar. Hoe kan hij van zo ver af ontploffen? Maar goed, het is nu niet heel erg veel schade, dus dat scheelt ook veel. Ik denk dat ik hier een stukje open ga houden. Oh nee, ik heb iets fout gedaan. I did an oopsie. Deze hele laag moet eigenlijk nog eentje hoger komen, of twee zelfs. Moet tot hier komen, dus ja, dat moet ik hier even aanpassen. Maar ja, hopelijk heb ik dan tegen de volgende aflevering alweer gedaan. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar de video. Vond je deze video een beetje leuk? Laat dan zeker een like achter. En dan zie ik je terug bij een volgende video, dus doei doei.